Yo, ik ben Giel. Dolientje. Stefanie. En vandaag gaan we als echte vrouwen verkleed van A naar B in één rechte lijn. Door die kant op, jongens. Kom, kom. Ja, die kant op. Kom, dingetjes van mij. Man. Wacht even, ik snap het sowieso echt helemaal geen een tamteloeres van. Je weet toch hoe je het uit moet trekken? Ja, ik weet hoe ik het moet uittrekken, mevrouw, ja. Maar... Nou, dan weet je toch ook hoe je het aan moet trekken? Panty? Ja. Echt? Ik heb een jurkje, maar daar kan ik dus bijna niks onderaan. Het wordt sowieso heel koud. Dit is toch veel te kort? Auw, ik had toch niet zo fucking kilometer gaan lopen, jongen. Duik. Oh nee. Jongens, dit moet je niet doen. Dit is voor niemand goed, dit. Hier, ik wil rood. Zo. Even je lipjes stuit, schat. Het is jouw moment, hè? Het is al genoeg, nee, man. Er zit helemaal niks op. Wat is dit? Je smeert het hele ding op mij, man. Wat is dit nou? Kom nou. Nee, wat doe je nou? Ja, je smeert het hele ding op mij. Wat hoort toch? Wat kan je nou wel, Steef? Dat weet je wel, pannenkoek, man. Goed, jongens. We staan midden in een woonwijk in Boerden. Yes. We gaan 1 kilometer die kant op lopen. Ja, in één rechte lijn, hè? In één rechte lijn, van A naar B. En die lijn loopt precies... over deze weg. Dat is een lekker begin. Je hebt het kaartje. Let's go, jongens. Dit is zo achterlijk, dit. Oh, mooi, jongen. Oké, de eerste stoepje. Eerste obstakel. Eerste obstakel. Eerste stoepje. Nu al. Yes. Dag, dames. Ik heb nu al last van mijn poot, jongen. Gewoon door, niet zeiken, jongen. Loop voor mij, jongen. Dat is niet normaal. Pijn is een emotie. Emoties kun je uitschakelen. Rechtop lopen, dames. Ja, rechtop. Nee. Jawel, dit is de rechte lijn. Oké, ik ga niet als eerst. Ik ook niet. Hier voor de koning, hiertje voor de koning. Lekker grill, succes. Deze land is fucking gaaf, we moeten nog super ver. Ja, je wist dat we zo'n sloot heen gingen. Ik ga een bootje regelen. Ja, even jou een bootje. Ik ga een bootje regelen. Bootje. Ja, okay, ik wacht hier wel. Jongens, schiet nou eens op. Of de dames. Dames, schiet nou eens op. Ja, ik vraag even een bootje. Kom eens, help ons even. Heeft u een bootje? Heeft u een bootje? Oké, fuck it, we gaan gewoon. Succes, jongens, dit... geef het goede voorbeeld maar. Ah! Holy shit, ouwe. Ja, ga maar, ik wacht jou. Ja. Nou, zullen we doen dan? Ja, maar ik denk dat ik een hart aan val krijg. Ja, ik ook. We gaan het, Steve. Go, Steve. Go. Oh shit! Oh, fuck, kom, fuck, kom! Het is zo koud! Nu moet ik er zo. Dit is godverdomme mijn handdoek. Dit is mijn handdoek. Oké, we moeten door. Lekker. Oh shit, wat doet dit voor ons? In één rechte lijn van A naar B. We komen net van die kant op en uw huis ligt eigenlijk op de lijn. Mogen we alsjeblieft aan de andere kant eruit? Aan de achterkant, mag ik? In English? Sorry. Oké, we're doing a TV program. Oké. Okay. Just a little bit. Oké, so you want to go through the garden? Yeah. Oké, okay, go ahead. Top, mogen we gewoon door het huis heen. Komt het goed uit? Ja, komt het goed uit? Hop, kijk, tjoep. Oh nee, er is weer water. Het doet echt overal pijn en het is koud en ik val bijna om en dan zag ik er helemaal niks meer. Er is gewoon weer water. Jongens. Dit is de lijn. Dit is de fucking lijn. Meen je dit? Ja, dat meen ik niet.
Wat een kutsel. Deze sloot is nog veel dieper, ben ik bang. Ik heb hier zo geen zin in. Oh, ik haat het. Ik haat dit, ik haat dit. Pas op, pas op. Hij is echt heel gek geworden. Hallo. Er zit gewoon klei in mijn hakken. Kom op, lopen boys. Lopen we. Oh man. Heeft iemand een warme douche voor mij, alsjeblieft? Wat een ellende dit. Oh, wat is het dit om te jank. Jezus, we lopen alleen maar te vloeken en te tieren. Zijn we er al bijna? Bootje! Kom heen! Joehoe! Hallo! Komt eraan. Ja, denk je? SOS! SOS, hallo, help! Hallo! Ja, stop! Hey, lieve schat, we hebben je hulp even nodig. Wat dan? Het bootje, we moeten naar de overkant. Ja. Nee. Alsjeblieft? Nee. Waarom niet? Waarom niet? Oké, okay, dankjewel hè. We moeten van A naar B leren. Wat is dames helpen elkaar toch altijd? Nee, vrouwen haten elkaar. Vrouwen haten andere vrouwen. Jaloers. Nee, waarom okay, niet? Ja, waarom niet? Tut, hola. Je bent echt een bitch. Thomas, Thomas, kom op, Thomas. Daar ben je zo klaar mee. Schiet op, Thomas, kom op, lol. Kom op, Thomas. Je moet, kom op, lopen. Kill power. Mijn ballen! Ik voel mijn voeten niet meer, man! Nou, ik voel mijn ballen niet meer! Auwie. Ik moet even mijn hapje aan, jongens. Wacht even pauze. Even pauze. Ik denk dat dit onze ergste van A naar B ooit is. Ik ben een heel zielig meisje. Jongens! Ja. Ik heb het K-hout. Jongen, Steve, schiet nou op, man. Ik ben inmiddels redelijk de weg kwijt. We moesten één rechte lijn. Maar hoe die lijn precies loopt, weet ik niet meer. Dus voor ons gevoel is het nog die kant op. Kom op, lopen. We kunnen weg. Hallo, jongetje. Hallo. Daar in de woonkamer is volgens mij het eindpunt. Is iemand thuis? Wij zijn van A naar B in één richting. Auw, fucking enkel. Met hakken. En uw huis ligt op de lijn. Ja. Mogen wij aan de andere kant eruit? Alsjeblieft. Kruipend, hè? Nee. Hij gaat kruipen. Ik ga wel kruipen. Maakt niet uit als je maar naar huis mag. Ja, ja? De hond is weg. We zijn een heel klein beetje nat, maar we doen het zo. Succes, ladies. Dankjewel. Veel power, Hemel. Veel power. Veel power. Bye bye. Veel power. Zijn we bijna. Ja, heerlijk. Oké, indoor. Het laatste huizenblok, jongens. Ja, het laatste huizenblok. Het laatste huizenblok. Hallo. Hallo, kom jongens. Hallo. Moet hij wel lachen of niet? Visiepoos. Weet u? Nee, als ze waar komt erbij. Hond! Wegwezen! Oh shit! Nee, sorry. Ga je pakken? Nou, ik vind u onbeleefd toch voor drie vrouwen. Hop. Volgens het eindkaartje is het eindpunt aan de andere kant van de woning. Daar kunnen we helaas niet komen. Maar we hebben wel echt heel veel sloten gehad. Ja, het is ijskoud. Het is mooi geweest. Doet pijn. A en B, ophakken. Top. Tot volgende week. We kunnen het op wij doen het niet zo goed als vrouwen, denk ik. He? Nee, maar ik vond het wel heel mooi uitzien. Dat zeker. Tot volgende keer. Nou, lieve StukTV-kijkers, vond je dit nou een geniale aflevering? Geef dan zoveel mogelijk duimpjes omhoog. En laat even weten in de reacties wie van onze drie nou het beste eruit zag als vrouw. Heb jij zelf nog een opdracht? Ga dan even naar onze website www.stuk.tv voor je opdracht daarin. Een beetje origineel. En wie weet voor een wijn voor je uit. Je kan ons ook volgen via social media, Twitter, Facebook en Instagram. En we zien je gewoon weer volgende week. Ja, okay.